Welkom bij deze volgende video op de Wiskunde Academie over grafieken van kwadratische formules. We gaan het hier hebben over de grafiek van een kwadratische formule. En belangrijk is dan even te herinneren, wat was nou belangrijk als je een grafiek van een formule ging tekenen? Dus hoe teken je nou de grafiek van een formule? Pauzeer dus net zo even de video, denk er even over na of je alle stappen nog herinnert. Nou, dat herinneren. Hoe teken je dan de grafiek van y is x kwadraat min 2, dus een kwadratische formule? Nou, de stappen zijn eigenlijk identiek aan wat je hiervoor eigenlijk al een keer geleerd hebt bij het tekenen van grafieken. Je begint allereerst altijd met het maken van een tabel. Nou, bij de formules die je tot nu toe gehad hebt, waren altijd rechte lijnen. En rechte lijnen wilden we altijd dat je 4, 5 punten uitrekende. Maar in principe ligt een rechte lijn al vast op het moment dat je 2 punten hebt. Dan kan je maar op één manier die rechte lijn daar doorheen trekken. En dat is even belangrijk, want in dit geval is dat niet zo. Dus hier hebben we wat meer punten nodig. Daarom vragen we van jou om altijd 7 punten uit te rekenen op het moment dat je een parabool tekent. Nou, laten we bij de eerste punt, of het eerste uittekenen van het punt, even een kladblaadje erbij pakken. Van hoe gaan we nou bij x is min 3 de y-waarde uitrekenen? Hoe deden we het ook alweer? Nou, y is x kwadraat min 2. Op het moment dat we daar min 3 in vullen, let op, dan moet je dus als het ware die min ook tussen de haakjes zetten. Want je neemt min 3 in het kwadraat. Dus min 3 in het kwadraat krijg je dus 9. Min 2 wordt dus 7. Dus de y-waarde bij x min 3 is dus 7. Op dezelfde wijze doe je dat met min 2. En ga je dat in het kwadraat zetten, krijg je dus 4 min 2 wordt dus 2. Min 1, dezelfde wijze. Min 1 in het kwadraat wordt 1. Min 2 en dan kom je op min 1 uit. Vul je 0 in, dan komt daar 2 uit, sorry, min 2. En op het moment dat je daar 1 invult, komt daar min 1 uit. Ga je 2 invullen, komt daar 2 uit. En ga je 3 invullen, dan komt daar 7 uit. En nu hebben we alle punten uitgerekend. Wat is de volgende stap? Nou, de volgende stap is het daadwerkelijk gaan tekenen van de grafiek. Maar het eerste belangrijkste voordat je de grafiek gaat tekenen, is een geschikt assenstelsel te tekenen. Zorg dat je een mooi kader hebt waarin je gaat tekenen. Dat je weet van, nou, komt hij niet te hoog op mijn plaatje? Komt hij niet te ver naar links? Komt hij niet te ver naar rechts? Of gaat hij uiteindelijk in één keer niet passen? Dus belangrijk van tevoren, bedenk hoe groot je ongeveer je assenstelsel wilt hebben. Twee vragen, heel belangrijk ervoor. De eerste, vraag je af wat je minimum en je maximum is voor x. Dus wat is je minimum en je maximale waarde van x die je eigenlijk hebt? Minimum en maximum is natuurlijk min 3. Dat is je minimum. En 3 is je maximum. Dus alle x-waarden zitten eigenlijk daartussen. Dus op het moment dat je een x-as maakt van min 3 tot 3, met aan allebei de kanten nog een hokje extra, dan zou alles erop passen. Zorg dat je dat extra hokje pakt, zodat je de lijn nog wat door kan trekken zometeen. Dat je die ruimte daarvoor hebt. Dus altijd 1 aan allebei de kanten meer pakken. Dus dat betekent al 6 van min 3 tot 3. 2 erbij, dus eigenlijk 8 breed. Wat zijn je minimale en je maximale waarden voor y? Nou, kijk je in de tabel, dan zie je dat min 2 eigenlijk je laagste waarde is die voorkomt. En 7 is je hoogste waarde. Dus eigenlijk alle punten zullen tussen die twee waarden zitten. Dus teken je y-as tussen de min 2 en 7. Met bovenonder weer eentje extra, zodat je de lijn wat door kan trekken, mocht dat nodig zijn. Dus nu heb je assenstelsel staan. Nou, de volgende stap, en eigenlijk ook bijna de laatste stap, is het tekenen van de punten in het assenstelsel. We beginnen in dit geval met min 3,7. Dus de coördinaten van de punten zijn min 3,7. Dat punt tekenen geeft dus het volgende punt. Dit doe je op dezelfde wijze voor de andere punten ook. Krijg je dus nog min 2,2, min 1, min 1, 0, min 2, 1, min 1, 2,2 en uiteindelijk ook 3,7. De laatste stap was altijd de lijn tekenen door de punten. Dus teken de lijn door de punten, of stap 4. Maar hoe teken je nou de lijn door deze punten? Want deze liggen niet mooi op een lijn. Je zou verwachten dat je dus gewoon die lijnen of die punten moet gaan verbinden. Dus eigenlijk op de volgende manier. De vraag is, klopt dat nou precies? Nou, om je dit even te verduidelijken, hebben we nog wat meer punten uitgerekend die eigenlijk tussen al die punten liggen die we uitgerekend hebben. Want ja, tussen min 3 en min 2 kan je ook min 2,5 uitrekenen of min 2,6. Als je die punten ook uit gaat rekenen en gaat tekenen, dan krijg je eigenlijk al deze punten.
En misschien geeft dat je een beter beeld van wat voor soort lijnen nou precies doorheen getekend dient te worden. Nou, dit wordt dus een vloeiende lijn en dus geen hoekige lijn. Dus deze loopt altijd vloeiend mooi rond. Dus vloeiend mooi door. En zorg dus dat er ook geen hoeken in je lijn zitten. Heel belangrijk. Nou, aantal aandachtspunten. Dus allereerst, de lijn van een parabool is altijd een vloeiende kromme. En heeft eigenlijk altijd twee soorten vormen. Of een kommetje, een dal. Of het omgekeerde, op zijn kop, een berg. Alleen maar die twee vormen kom je tegen bij een kwadratische formule, als je de grafiek ervan gaat tekenen. Tweede belangrijke punt, wat vaak vergeten wordt door leerlingen, is de volgende. De lijn hoor je doortrekken door de laatste punten. Waarom? Waarom hoor je dat nou door te trekken? Nou, de lijn is namelijk niet een lijnstuk, want die eindigt op de eindpunten. Nee, het is een lijn. En omdat die beeld te geven, trek je hem dus door je laatste twee punten heen. En dan laat je duidelijk zien, dit loopt eigenlijk nog oneindig ver door. Nou, dan nog een paar extra aandachtspunten. En dit noemen we dus de parabool. De grafiek van de kwadratische formule noem je een parabool. En dat is dus een dalparabool of een bergparabool. Goed. Wat valt je op aan de tabel? Als je naar de tabel kijkt, dan zie je dat er een spiegeling optreedt bij de y. Hij spiegelt eigenlijk om x is 0. En min 1 is gelijk aan 1. En min 2 is gelijk aan 2. En min 3 is gelijk aan 3. Dit is eigenlijk altijd het geval. En in de kwadratische formules die jullie nu krijgen, daar spiegelt hij eigenlijk al om x is 0. Straks krijg je een uitbreiding van de kwadratische formules en dan zal je zien dat hij wat gaat schuiven. Dat hij dus kan spiegelen niet om x is 0, maar dat kan het ook gaan spiegelen om een andere x-waarde. Maar tot nu toe altijd om x is 0. En dan heb je aan beide kanten altijd dezelfde waarde. Nu kun je daar twee dingen mee doen. Of je kan zeggen, ik reken de helft van de tabel uit en ik kopieer dat gewoon naar de andere kant. Maar dan is de kans groot dat als je een fout maakt aan de ene kant, dat die fout automatisch ook aan de andere kant weer terugkomt. En je ziet het niet, want je hebt geen controle. Dus handig om toch al die punten uit te rekenen, want het is gelijk een controle voor jezelf. Klopt het wat ik doe? Ben je heel zeker van jezelf? Nou, dan kan je kopiëren. Twijfel je nog een beetje, dan raad ik je toch aan om de andere kant gewoon ook uit te rekenen. Dan, dus de tabel is symmetrisch. Wat valt je op aan de grafiek? Nee. Als je goed naar de grafiek kijkt, zie je dat er ook hier weer symmetrie optreedt. Logisch, want het hoort bij de tabel. En de symmetrieas is eigenlijk de verticale lijn die door het laagste punt loopt. En omgekeerd, als je een bergparabool hebt, dan loopt die door het hoogste punt. Dit is altijd het geval. Nou, als dat de symmetrieas is, wat altijd bij een parabool het geval is, dan betekent het dus dat elk punt op dezelfde hoogte ook op dezelfde afstand van die symmetrieas ligt. En net zo bij i is 2, op hoogte i is 2, liggen ze ook even verder vanaf. En bij hoogte i is min 1 liggen ze ook weer even ver er vanaf. Dat is altijd het geval. Dus voor jezelf is het een hele goede controle om te kijken of je hem netjes getekend hebt. Nou, dit was de uitgebreide uitleg over de parabool. In het stappenplan laten we ook nog even zien hoe je dus daadwerkelijk even snel dat ding, of de grafiek van de parabool, op papier zet. Tot in de volgende video.